Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Gisteren ben ik bij de Action geweest en ik heb een aantal dingen gekocht. En die ga ik nu even opruimen en plek geven. En ik dacht, ik kan gelijk even jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dus ik heb een tas die vol zit. Dus we gaan er even samen doorheen. We beginnen even hier met het uitpakken, want ik heb een aantal dingen die ik even in de keuken wil opruimen. Dus dan kan ik het gelijk even daar wegzetten. Ik begin met deze mangohouten schaal van €1,99. Ik was al een tijdje op zoek naar zoiets. En bij de Action heb ik even gekeken en zag ik deze liggen. Ik was laatst bij, met Johan ergens aan het eten en daar had ik een smoothie bowl. En dan had ze dus in zo'n mooie houten schaal geserveerd. En dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik, ja, dat wil ik thuis eigenlijk ook wel graag. Ik vind smoothie bowls ook heel erg lekker en ik maak ze eigenlijk te weinig. Ik maak het zelf eigenlijk nooit. Dus ik wil er eigenlijk een beetje mee experimenteren ook. En dan kan ik het hier mooi in een houten schaal doen. Ze hadden ook, deze heeft namelijk een print binnenin. En ze hadden ook, ik zag schalen ook, dat van binnen ook echt hout was. Alleen dat lag bij de home decoratie. Toen dacht ik, ja, ik weet niet of ik dit nou ook echt kan gebruiken om echt eten in te doen. En deze lag meer bij de keuken en bij de keukenspullen. Dus ik dacht, dan lijkt me dit ook wat handiger. Ik denk dat dit ook misschien wat makkelijker schoon te maken is. En ik heb er eerst niet meer één gehaald, omdat ik denk dat ik als enige ben in huis die dit eet. Ik denk, Johan houdt er niet echt van. Dus die ziet het ook niet echt eten. Dus deze voor €1,99. En ik vind het zelf ook wel leuk om dus eten in mooi servies, wat ik zelf gewoon mooi vind, te serveren. Dus, en als het goed bevalt en ik maak het regelmatig, kan ik er altijd nog eentje bij halen. Ze hadden hier meerdere soorten van de binnenkant, maar ik heb nu voor deze gekozen. Dan gaan we door naar, naar dit. Ik ben dol op chai lattes. Ik vind dat zo lekker, lekker kruidig. En ze hebben dus ook thee. Tenminste, ik denk dat dit ongeveer dezelfde soort smaak heeft, maar dan in theevorm. In theesmaak. Dat is deze dus. Ik had laatst ook van iemand chai smaak in thee geproefd. En dat vond ik wel heel erg lekker. En ik weet niet waar die wegkwam, maar ik zag deze nu. Dus ik dacht, ga ik deze meenemen nu voor 99 cent. Ik zal hem even openmaken. Ik weet niet of ik wat aan de geur. Ik ruik hoe dat nou precies. Ja, dit ruikt ook wel echt heel erg kruidig. Dus ik ga ervan uit dat dit. En als ik aan de ingrediënten zie, kaneel, alles wat erop staat, dan denk ik wel dat het inderdaad echt wat van een chai latte. Een chai smaak heeft. Staat natuurlijk ook op. Maar ik ben wel benieuwd hierna. Dus deze. Dan heb ik nog iets wat in de keuken moet, alleen het ligt een beetje onderop, denk ik. Oh, ik zie het al liggen. Maar ik heb hier nog iets trouwens. Dit zijn food storage bags. En ik zag deze liggen. En deze set was 77 cent. En dit zijn dus herbruikbare. Hoe noem je het nou? Voedselbewaarzakken. Herbruikbaar. En het zijn dus 6 stuks. Ik zal ze wel even uithalen. Dit is ook de verschillende groottes. Je hebt 2 keer 400 ml, 2 keer 150 ml en 2 keer 70 ml. Freezer en fridge safe, dus dat is ook wel heel handig. Houd etenswaren langer vers. Ik dacht, ik kan het in ieder geval proberen. We hebben ook wel andere zakken die je kunt hergebruiken. Dus deze liggen eigenlijk op die prijs. Wil ik dit wel testen. Oh ja, ach, schattig. Deze is echt wel klein inderdaad. Even kijken hoor. 2 van deze. 2 iets groter. En dan, dit is de grootste variant. Nou ja, mocht je een keer wat over hebben met wat dan ook, dan kun je het hierin doen. Je kunt het zo afdekken weer of dicht doen. En dan langer bewaren. Dus, dat leek me wel ideaal. Dus dat kan ik ook. Dat kan ik ook straks in de keuken in de la leggen. En er zijn dus hier nog 2 dingen wat ik ook nog even in de keuken wil leggen. Dat zijn namelijk dingetjes voor in de smoothie bowl. Ik had dus toen ik een smoothie bowl had besteld. Oh, dat was zo lekker. Er zaten in ieder geval dadels zaten erop. En dat vond ik zo lekker erop. Dus ik heb ook dadels gekocht. 99 cent per pakje. En deze zijn pitloos, als het goed is. Gedroogde dadels, zonder pit. Dus dan kun je die ook lekker in de smoothie bowl doen. Die erbij. En ik zag deze ook voor 99 cent. Ik dacht, die neem ik ook mee. Ook wel lekker voor op, denk ik, een smoothie bowl. Bananenchips. Dus ik zou of verse banaan, in plakjes erop doen. Of deze chips erbij.
Dat is in ieder geval... Heb ik nog iets? Nee, denk ik niet. Dus dan... Nee, dit is het in ieder geval voor in de keuken. Dus dan ruim ik dit in ieder geval op. Ik ben intussen even verplaatst naar de woonkamer. Want ik heb een aantal dingetjes die ik hier nou ergens wil gaan stallen. Als eerste heb ik deze organische... Ja, het staat bij serving tray. Maar ik ga hem als plateau neerzetten met decoratie erop. En ik vind het heel leuk dat hij een organische vorm heeft. Wij hadden er één, of wij hebben er nu één ook in de, op tafel staan. Alleen die is, ik kan het even laten zien. Dat is deze. Maar die is gewoon echt niet mooi meer. Ik krijg dat er niet meer af. Terwijl ik deze ook echt prachtig mooi vind. Maar dit krijg ik er dus niet meer af. En ik iedere keer, je kunt wel wat opzetten, maar ik moet iedere keer... Toch heel erg opletten dat ik dit dan weer bedek. Dat je dit niet ziet. En ik dacht, misschien toch handig om het dan toch wel te gaan vervangen. Dus dan kan deze weg. En dan in plaats hiervan deze. En ik weet niet of ik dit... Ja, ik denk wel dat ik dit leuk ga vinden. Mocht het niet zo zijn, dan kan ik hem altijd bijvoorbeeld nog in de keuken inzetten. Want ik vind hem in ieder geval heel erg mooi waar hij ook komt te staan. Deze was €3,99. Oh ja, hier een dienblad, maar van bamboe. Maar ik ga hem dus... Ik denk anders gebruiken, dus voor de zo op tafel. En ik denk dat ik dit ook wel leuk vind zo. Dus dat is die. Dan heb ik nog een aantal dingetjes voor of hierop of ergens anders in de woonkamer. En dat zijn namelijk, het zijn wat herfstdecoratie. Er lag al wat in de winkel. En ik zag in ieder geval deze houten paddenstoeltjes. En die vond ik echt heel, heel leuk. Ik heb er 3 van. Maar dan wel andere, net een andere soorten. Deze en deze. Allemaal net wat anders. En dit zou ik bijvoorbeeld hierop kunnen doen met nog wat extra decoratie. Zo had ik het een beetje voor me gezien. Kaas er weer op. Oh. En dan een soort herfststuk maken, zeg maar. Oh, er is trouwens 1 ding wat ik meestal haal bij de Action, wat ik nou niet heb gekocht. Omdat ik mocht het van mezelf niet halen, omdat we er echt heel veel van hebben. Nog geen raden wat het is. Maar ik liep wel voorbij het schap. Ik zag allemaal weer leuke staan en mooie kleuren. Maar nee, ik heb het niet gedaan. Omdat ik er dus nog genoeg van heb. Dus goed, dit is in ieder geval de paddenstoeltjes die ik heb gekocht. Ja, deze vond ik echt heel erg leuk. Ik ben helemaal van het hout ook. Dus deze 3 paddenstoeltjes. En ik heb ook nog een aantal andere decoratie dingetjes gehaald. Heb ik trouwens al verteld dat deze 77 cent per stuk zijn. Ik heb ook nog pompoentjes gehaald. In 3 verschillende kleuren. Die vond ik ook heel leuk. En die zou hier ook nog op kunnen op de plateau. Dus ik moet even kijken welke ik waar niet zet. Ik heb hier ook nog een stoel staan. Waar ook nog wat in kan. Ook al die is al gevuld. Nog een aantal planken waar ik wat op kan doen. Dus we moeten even kijken. Deze waren 64 cent per stuk. Dan heb ik ook nog een nieuwe plakbandhouder gekocht. Ik heb het al uitgehaald, want die van ons was kapot. Dus ik dacht, dan hebben we in ieder geval weer een nieuwe. En er zat ook 3 rollen bij. Deze was 89 cent. Dan heb ik ook nog draad gehaald voor sieraden maken. 2 verschillende soorten. En echt, ik dacht, ik was wel echt op zoek naar een speciaal draad voor sieraden. Dus dan, dit is nylon coated en dit is wax coated. Dus ik dacht, ga ik allebei even uitproberen. 75 cent per stuk. En ik heb ook nog van deze figuren gekocht. Ik vond deze zo leuk. Ze hadden meerdere soorten. En ik kon het niet laten om ze niet mee te nemen. Ik weet niet of je het zo goed ziet op de achterkant wat voor figuurtjes het zijn. Maar er was één. Die vond ik zo schattig. Ze zijn allemaal leuk. Maar zo schattig. Ik kan even kijken of ik hem kan vinden. En dit zou ik bijvoorbeeld gebruiken op als ik een kaartje ga versturen. Of als ik een pakketje ga verzenden. Om zo'n leuk figuurtje erbij op te plakken. Op een cadeautje. Even een paar voorbeelden. Deze vond ik bijvoorbeeld heel schattig. Deze. Vosje. Ja, en deze vond ik echt heel cute, deze kat. Vond ik zo leuk. Dus ik kon het niet, laten. Ik vind het zo schattig. Leuk voor op een kaartje om te versturen. Dus helemaal leuk. Of een agenda trouwens. Dus dat is dat. Dan heb ik ook nog 2 toiletblokken gehaald. Want volgens mij hebben we helemaal niks meer. Dus hebben we weer even een voorraadje. 2 stuks. 2 van deze. Deze waren 95 cent zijn ze per stuk. En ik heb een van mijn favoriete allesreiniger meegenomen. Dat is deze met de rosemary en ginger. En die is zo lekker. Ik heb hem vaker gehad. En heerlijke geur. En ik vind het ook wel makkelijk dat het in zo'n fles zit.
Dan kun je het ook gewoon makkelijk zo even makkelijk pakken. Even op de tafel bijvoorbeeld. En dan nog met het doekje eroverheen. Dus die kan ik gelijk even in de kasten wegzetten. Dan is dat ook opgeruimd en netjes. Oké, ik ben even naar boven gegaan. Want ik heb nog een aantal mandjes gehaald. Die ik nou even mooi in de kast kan doen. In onze douche. Want ik had het laatst dit allemaal opgeruimd hier. En ik had heel veel spullen in de la gedaan. Maar ik kon niet alles goed sorteren. Omdat ik maar twee mandjes had. Dus daar moet ik even wat van bijhalen. Ik heb er nu drie gekocht. Ik weet niet of ik alle mandjes kwijt kan. Maar goed, ik ga ze gelijk ook even indelen straks. Dan is het ook gewoon gelijk klaar. Want ik heb nu heel veel dingen dus los naar la liggen. Dat vind ik, het schuift heen en weer. Als je la open en dicht doet, dan ligt alles weer door elkaar. Dus ik denk, als ik dan nog een paar mandjes erbij haal, dan heb ik alles netjes gesorteerd. En dan kan ik hopelijk alles ook makkelijker weer terugvinden. Deze was 99 cent. En die andere waren per stuk 62 cent. Dus dan ga ik gelijk even doen straks. Verder heb ik ook nog een paar sieraden gehaald. Want ze hadden weer stenen steel sieraden. Dus dat verkleurt dan niet. En ja, ik ben daar wel fan van. Want dat gaat gewoon wat langer mee. Dus deze oorbellen zag ik voor €2,59. Het zijn, ja, ronde oorbellen, zeg maar. Met een figuurtje erin. Ik weet niet of je het zo goed kan zien. Maar ze hebben echt leuke sieraden. Ik heb ze heel even uit de verpakking gehaald. Kun je ze denk ik misschien net iets beter zien. Ja, het zijn cirkels met een soort printje erin. Dus die vond ik heel leuk. Dan had ik ook nog een armbandje gezien. Er zaten meerdere, maar ik heb er nu maar één gekozen. Deze was ook €2,59. En dit is hem. En ik denk dat het wel leuk is aan deze kant. Want ik heb hier een gouden armbandje ook. En een roze armbandje met een gouden detail ook. Dus ik dacht, nou, dan kan deze hier mooi bij. En ik kan hem ook nog even stellen. Dus dat is ook wel fijn. Hoe strak of hoe los je hem maar hebben wil. En ik heb ook nog een ring gekocht. Voor €1,99. Ook weer stenen steel. Dat is die. Ik zal hem ook even uit de verpakking halen. En deze zou eigenlijk altijd moeten passen. Want het is zeg maar zo'n. Hij is hier open. Dus dan kun je hem ook weer zo groot en zo klein maken. Eigenlijk als je zelf wil. Boven is ook wel heel gaaf hoor. Ze hadden ook weer meerdere varianten ervan. Ik heb nu voor deze gekozen. Maar misschien dat ik ook nog wel wat meer blijf erbij halen. Het zit gewoon echt helemaal prima. Oeh, hier ben ik wel heel blij mee. Verder heb ik nog tandpasta gehaald voor de voorraad voor 99 cent. Ik was bezig met het bewerken van de video en toen zag ik dat ik een beeld mis. Ik heb namelijk ook nog deze gekocht, deze set. Om uit te proberen. Ik ben benieuwd hoe dit goed werkt. Want ik had op vakantie had ik ook nagels. Maar dan hadden al een kleurtje toen ik ze kocht, zeg maar. En deze kun je zelf nog bepalen welke kleur je erop doet. Dus ik hoop dat dit ook goed werkt, want er zit er ook best wel veel in, dus ik kan hier ook best wel lang mee. Maar goed, dat gaan we zien. En deze set was €2,39. Nou, deze twee reep heb ik ook nog gehaald. Ik zocht eigenlijk een andere smaak, maar die kon ik dit keer niet vinden. Dus ik ben nu voor deze gegaan, de lemon cheesecake. Ook lekker. En deze waren 99 cent per stuk. Ik ben ondertussen even naar de tuin verhuisd. Ik ben namelijk, ik heb twee planten verpot. De twee planten die hadden nog een pot nodig. En dat heb ik dus bij de Action gehaald. Ik vind het echt leuke potten. Maar ja, over een tijdje is denk ik al wel weer een andere pot nodig. Want ik denk dat ze best wel snel groeien ook. Maar goed, voor nu hou ik het even zo. En dan kan ik deze pot altijd nog gebruiken voor een kleinere plant. Ik hou wel van planten in huis. Dus het zal me niks verbazen als ik over een tijdje weer nieuwe planten in huis heb. En dan kan ik die daarvoor gebruiken. Ik zal hem even laten zien. Dit is hem namelijk. Ja, en deze plant hangt in blad hangt is geknakt. Ik vind hem wel echt heel erg mooi. Ze hadden hem ook in een andere kleur, in een beige-achtige kleur. Dus ja, hier heb ik er twee van gekocht. En deze was €2,95 per stuk. Ja, heel mooi. En dit was dan alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zou je dan een duimpje mogen doen? En dan hoop ik je weer te zien bij een volgende video. Doei doei!